8 uur, betekent dat we gaan. Ruitje nog goed bevroren. Ja, even warm draaien, dan komt dat wel weer goed. Gisteren hebben we hier wat gezien. Volgens mij heeft Rick hier ook iets interessants gezien. Hier zitten wel een visjes in. Samen met mijn vriend. Ik heb ook wel een hele mooie gezien. Ik ben benieuwd wat geworden is, joh. Oei. Nou, we gaan even kijken en ja, mocht het overgaan tot koop, dan, dan zie je het weer in de beelden. We zijn bij Yamasaki, net teruggekomen van de sushi, heerlijk gegeten, even aan het wachten op hem. Vorige keer kregen we een warm ontvangst, dus nou, dat moet wel weer goed komen joh. Nee, dat is een stag hè. Ja, heeft hij die dinges heeft hij. Oh sorry, ik ga het filmen.
Yamasaki. Prachtige visjes, joh. Arriwake. Ochiba. Iets donkere Arriwake. Wauw. Echt heel mooi. Wilt u meer info over deze vissen? Hieronder vindt u weer het e-mailadres. Stuur even een mailtje of een WhatsApp weer. En dan komt het weer helemaal goed. En het tweede deel van Yamasaki. Ook hier prachtig aan die wagens. Heel aparte benenkikkerdeel. Een kind Shiro, maar hij neigt naar het groen. Echt heel apart. En een Jinrin plaat in ogen. Echt spierwit. Super mooie visjes. Nog een Jinrin Shirotje. Kleinste van het stel, maar oeh. Echt super. En ja, we hebben de klanten voor. Tweemaal butterfly. Echt, echt mooi. Ook hiervoor meer info op het onderstaande e-mailadres. Hey! Hij komt de. Hij komt zo komen. Yes! Ik zie ook ja, ik zie hem. Yes, hebben we die tijd. Bye bye! Oh. Oké, okay, bye! Wat een manneke. Sorry. Kan je de mensen vertellen waar we zijn? Hij is eigenlijk niet. Als ik het je vertel, moet ik je vermoorden. We zijn namelijk het Secret Breeder. De geheime breeder. Doe maar eerst daar. Nou, je hoort het. Moet ik nog even uitpraten waar ik ben? Ga door. Maar dit is dus Miyaishi. En heeft een hele goede vissen. Nu vooral Tosai. Ik denk dat de Nissa wel een beetje oppig zijn, maar de Tosai. Oh, zo mooi. Nou, we gaan kijken. Ik ben heel benieuwd. Nog nooit geweest. We nemen jullie weer mee. Wauw. Thuis van de Secret Breeder, oftewel Miyaishi. Super man. Echt gaaf. Nou, we zijn weer in de hotelkamer. Even lekker een uurtje niks doen. Dadelijk lekker eten. De afspraak bij Marihiro ging helaas niet door. Hij had echt, echt druk. We kwamen aan en ik denk wel meer dan 20 man in de kwekerij. Dus die afspraak staat voor morgen vroeg, zodat we de eerste zijn. En ja, nou is lekker eten en weer beginnen aan het filmpje. En ja, dan zien we jullie graag morgen weer. Bedankt.